Een dikke bravo, vrienden. Laat ons samen luisteren naar wat Rob ervan vond. Ja, het is een geweldig voorrecht om hier te mogen zitten eigenlijk. Ik heb terug van elke seconde genoten. Het is elke keer komen zij zeer verrassend uit de hoek. Elke keer maken ze daar weer iets helemaal anders van. Ik weet trouwens via dat jullie dat op 1 week tijd in elkaar hebben gestoken. Is dat zo? Is dat zo? Via. Dat is. Ja, dat is internationale klasse, vind ik. Allee. Zeer mooie woorden van Rob. Toch nog heel even checken voor ik naar jou kom, Karen. Maar als jullie dat dan op 1 week doen. Hoeveel uur per dag kruipt daar dan in, ongeveer, à peu près? Ja, 3, 4. Ja. Elke avond vol een bak. Met een drillsergeant erbij, natuurlijk. Ja, uiteraard. Karen. Goh, ja, ik vind het ook een voorrecht, maar wij hebben wel echt de beste plaats. We hebben de beste plaats. Dus het is daarom dat ik zeg, een voorrecht om hier... eigenlijk zou iedereen hier... Allee, komt allemaal hier een keer zitten. Eigenlijk zou je hier moeten komen zitten. Dat is ongelooflijk dat je voor u... Allee, dat wij hier mogen zitten en dan dit mogen aanschouwen, dat is de mooiste kerstcadeau dat je hebt. You said that already. Yes, I know, but. Oké, Karel. Ja, dus jullie moesten van mij naar de finale. Jullie staan hier. Dat is super verdiend en kei terecht. En all I want for Christmas is zo'n pop. Dat was mooi. Ray. You know, it's just amazing what you've done in the week to come up with a new scenario like that. Storytelling is one of the oldest arts there is, and you guys really do it well. And, you know, it's not easy. You have to grab the attention of the audience and keep the attention of the audience. You guys do that brilliantly. I would say, like in every story, there's a beginning, a middle, and an end. And I'd just like to say that I hope this is the beginning of a never-ending story for you guys. Yeah. Mooi gezegd. En natuurlijk, hoe dit verhaal afloopt voor Mad Styles hangt af van u, dames en heren. Ik weet één ding. Er zijn 3 trefwoorden die ik al ergens anders gehoord heb, maar die ook voor jullie zal opgaan. Volgens mij zijn de keywoorden van Mad Styles dedication, discipline en friendship. Dames en heren, Mad Styles!